Krol. Met een hele goede trap op Tahamata. Bal blijft binnen. Uitstekende passeerbeweging langs Schepers. Tahamata. En Lupsen. Prima actie van Simon Tahamata die op de vierkante meter daar aan de achterlijn van PSV Willy Schepers dolde. Heel mooi moment. Arnees. Pen met PSV met 11 man daar achterin. Krol. Meuts tegen. Schoenhaker misschien. Doelpunt. Schoenhaker. Het doelpunt van Ajax gemaakt in de 22e minuut. Ontstond weer na zo'n massale aanval van Ajax. Met PSV met 11 man terug. De opening werd gevonden door Krol op Meuts tegen. Schoenhaker kwam van achteruit en kon inkoppen. 1-0. Dick Schoenhaker. Jensen. Enorm overwicht van Ajax. Als er bijna 25 minuten zijn gespeeld. En PSV erg slordig is. Jensen. Geen strafschop. En dat vind ik een juiste beslissing van Keizer. Of ik gelijk heb, kunt u zien in de herhaling. Jensen ging neer, maar erg theatraal. En Keizer negeert die valpartij. Van der Kuilen. Valken. Jensen. Het is alles Ajax wat de klok slaat. Tahamata. Schiet. Goeie aanval van Ajax op vaart. Het schot van Tahamata ging in het zijnet. Eversen. Krol. Opvallend is dat Krol blijft achterin bij Ajax. En dat Schoenhaker de man is die telkens wordt weggestuurd. Waarschijnlijk omdat Ajax van tevoren wist dat Krol in zijn opkomende actie zou worden gestoord. Vandaar dat nu Schoenhaker de man is die ervoor mag gaan. Van Bever vervangt. En dat is het zoeken naar voorwerpen die het hoofd van Beveren bedreigen. Van Beveren vraagt om begrip van de mensen erachter. Doe nou maar kalm aan, ik kan er ook niks aan doen. Bekende ritueel, er is weer wat gegooid. Keizer houdt het enigszins verborgen. Nou, het is een ketting, dat is duidelijk. In de handen van Bobby Harms. Pen. Tahamata. Tahamata met Schepers. Door de benen van Schepers. Tahamata, Arnezen, Van Beveren. Een paar schitterende momenten van Tahamata en ook van Guido Pen. Aan de linkerkant, de ruimte was op Arnezen. Het schot heeft van richting veranderd. Van Beveren rende daarom slechts met de voeten. Uit tegen, Arnezen, vrij van Wild Schut. Richting Tahamata. Schitterend. Schitterend doelpunt voor Ajax. Schoonheid. Arnezen eindelijk vrij van Wildschut. Gaf een prachtige paas die Tahamata ineens binnendrukte. 2-0 voor Ajax. Krol. Jensen. PSV weer met iedereen terug. En Van Beveren. Prachtig schot. Henning Jensen. Even knappe redding. Jan van Beveren. René van der Kerkhof. Brand. Men zet zich in en zit door. PSV blijft nu met iets meer mensen voorin. René van der Kerkhof komt. Langs Schrijvers. René van der Kerkhof. Postuma. Doelpunt. Prima goal van PSV. Dat moet gezegd. Met René van der Kerkhof als grote animator. PSV kwam eindelijk wat moedig uit. En opnieuw scoort Postuma zijn vijfde op een volgende treffer voor PSV. De eerste van vanmiddag. Het is 2-1. Vrije trap van Simon Tahamata. Weggehaald van de Kuilen. Krol kan vrij opvangen terwijl PSV jaagt en uitkomt. Krol, nu dreigt buitenspel, Eversen. Het is het niet. Jensen komt. En er komt er veel te weinig uit zo'n kansrijke situatie. En Stefans scheldt op Van Kraai. Die deed het ook op hem. Van de Kuilen. Goeie beweging van René van de Kerkhof. Maar Krol op intuigen. Postuma voor het doel. En daar... Schrijvers. Hoekschop.
Het schot was van Harry Lubse. Bij die goede actie opnieuw, de tweede op een volgende van René van der Kerkhoff. Het was bijna gelijk en dat terwijl Ajax zolang die wedstrijd compleet heeft beheerst. Van Kraai wil een beetje verversing, want Van Kraai heeft last van benauwdheden en van een soort voorhoofdontsteking. Vandaar dat hij misschien wat conditionele moeilijkheden kent. Het zou begrijpelijk zijn. Jensen. Tamata met Schepers. Tamata. En nu door de benen heen. Arnese. Doelpunt. Doelpunt van Frank Arnese. Brengt de stand op 3-1. Maar ging toch weer een knap moment van Simon Tamata bij de achterlijn aan vooraf. Hij speelde de bal door de benen van Schepers heen. Naar die Schepers enigszins had weggezet. En toen kon Arnese wat dichtbij inschieten. 3-1. Schepers. Lubse. Krol. Omdat René van der Kerkhoff die bal niet lekker meekreeg. Arnese. Krol. De laatste aanval van Ajax. Krol. Arnese. Of Link natuurlijk. Tamata loopt. Oh! Simon Tamata. Fantastisch. Simon Tamata maakt een schitterende goal. Zijn tweede in de wedstrijd. Heel verdiend. Gejuich. En het gescandeerd Simon. Simon is zo begrijpelijk en zo terecht. Wat een schitterend moment van overzicht. 4-1 Ajax. Simon Tamata. Simon Tamata kan definitief juichen. Ajax wint met 4-1. Dankzij twee goals van hem. Eén van Schoenhaker en één van Arnese. PSV scoorde tegen via Postuma. Toen het PSV even goed ging. Maar de zege is volkomen terecht. Een jubel ook voor Simon Tamata.